Het Openbaar Ministerie werkt hard aan de verwerking van aanvragen van vuurwapenvergunningen en verwacht eind december af te ronden. Tot dan neemt het OM geen nieuwe aanvragen in behandeling. Het OM verzoekt de samenleving om geen betalingen te doen aan derden die beweren dat zij kunnen zorgen voor een snellere afhandeling van de vergunningsaanvragen. Het proces vanaf de aanvraag tot de beoordeling is transparant en leent zich niet voor enige vorm van bemiddeling. Honorair consul van Suriname in Libanon, Antoine Carré, heeft tijdens een beleefdheidsbezoek aan minister Reshma Kuldip-Singh van Economische Zaken de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Libanon besproken. Om dit te bewerkstelligen zal er een werkgroep worden geïnstalleerd om investeerders uit beide landen aan te trekken. De honorair consul wijst erop dat er meer diepgang zal moeten komen in de relatie tussen Suriname en Libanon. Op zowel cultureel als ook economisch gebied kunnen er investeringen plaatsvinden, zodat de economie van beide landen op een hoger niveau kan worden gebracht. Rosebel Gold Mines NV heeft op dinsdag 25 oktober overleg gehad met districtscommissaris Ludwig Mendelsohn en het platform van traditionele gezagsdragers Brokopondo. Hierbij zijn het traditioneel gezag en de DC officieel op de hoogte gesteld van de overeenkomst die moedermaatschappij I Am Gold heeft gesloten met zijn mining, met Zing Mining, om haar belang in RGM te verkopen. Ook is het managementteam van RGM ingegaan op vragen van het traditioneel gezag over de huidige overeenkomsten en zijn er garanties gegeven op verschillende lopende gemeenschapsprojecten in het district.